Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regionale Rotary Governor maakt opwachting bij president Santokki. U17 Nacho in startblokken voor CONCACAF voetbalstrijd. Europese Unie ondersteunt bosrijke gemeenschappen Suriname. En IMF geen makkelijke, maar wel belangrijke partner. Leslie Ramdani, Rotary's District Governor voor het Zuidelijk Caribisch Gebied, heeft zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokki. De hooggeplaatste Rotarian uit Grenada heeft het staatshoofd deelgenoot gemaakt van projecten die de internationale organisatie uitvoert om het leven van gemeenschappen te verbeteren. Ramdani zegt dat Rotary International zich als instelling die dienstbaar is aan de samenleving ook inzet voor milieubehoud. Okay, so basically what as governors, what we do when we visit countries, we do have a courtesy call with the leadership of the country. And this morning I met with your president, a wonderful, very interesting meeting, because I was able to talk to him about what we in Rotary, what we are engaged in now, the projects that we as Rotarians do, mainly to uplift lives in communities. Okay, so we were talking about the different things that the Rotarians in Suriname do. You know, you have in Suriname 4 Rotary clubs, all very active Rotarians, over 200 Rotarians, plus Rotaractors and Interactors. They all collaborate, they all do projects towards improving lives in our community. In Rotary, I was telling that one of our most recent programs that we've adopted is that of protecting the environment, promoting the environment. I'm so happy to hear that your country is carbon negative. It's one of the few countries in the world that are carbon negative, and it's something that as a country we should be proud of. So we Rotarians have adopted projects that are focused on protecting, improving, and uplifting the environment. De Surinaamse U17 jongensvoetbalselectie is in de startblokken voor deelname aan het CONCACAF kampioenschap op Guatemala. De ploeg is in navolging van overige nationale voetbalselecties ook versterkt met diaspora-spelers. De U17-selectie heeft op 7 februari een 3-0 oefenzege geboekt op de U20 van Robin Hood. De CONCACAF-strijd is van 11 tot en met 26 februari. Suriname is ingedeeld in Pool H met Haiti, Honduras en El Salvador. Het was een mooie wedstrijd, maar wij, de trainer, keken niet zo veel naar de uitslag. We keken naar de opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Zijn ze goed uitgevoerd of moeten we eraan gaan werken? En als je kijkt naar de wedstrijd, ja, de opdracht die we hebben meegegeven. Daarna moeten we nog gaan werken, omdat het kort dak, de jongens zijn zondag aangekomen. We hebben 3 trainingen achter de rug en het is moeilijk om binnen 3 trainingsdagen een geheel te vormen. Als we in staat zijn die 3 dagen een goede selectie te vormen samen met de jongens van Nederland en de jongens van Suriname, dan denk ik dat we wel in staat moeten zijn om toch wel de eerste ronde te overleven. Het is een proces, dus we gaan zoveel mogelijk proberen om een eenheid en een hechte team van te maken. Maar de vraag is nog, heb je voldoende tijd? Ik hoop alleen dat in het toernooi dat die groep zich gaat groeien om zo nog een goede resultaat neer te zetten.
Begin van de training heb ik de jongens gezegd van er zijn drie dingen belangrijk voor deze korte periode. Het is de eenheid, hard werken en alle neuzen moeten op één richting wijzen. Als we die drie dingen korte tijd kunnen realiseren, dan denk ik dat we een goede beurt kunnen maken. Wat zijn je verwachtingen straks in Guatemala? Verwachtingen van Guatemala? Nou, ik hoop op het beste. Ik ga ervan uit dat we gewoon doorgaan in de groep. En vanuit daar hopen we dat zo ver mogelijk te komen. Heb je een oproep naar de Surinaamse bevolking toe, de gemeenschap en je teamspelers natuurlijk ook? Ik wil zeggen, support het. Support onder 17 die naar Guatemala gaat. En we hopen voor meer. Dus, ja. Wat doen jullie na Guatemala? Dat heb ik eigenlijk geen idee. Dat krijg ik wel te horen of te merken. Dus ik heb er geen idee meer. Dankjewel, Manu. Yes, thank you. En hoe ben je terechtgekomen bij Nacho? Nou, via zaakwaarnemer Brian Tevreden. Vroeg hij als ik hier zo wou mee voetballen. En toen zei ik, ja, lijkt me wel leuk om voor jullie op te komen. So. Leslie Campagne en Marcia Schouten. Mijn vader is Surinaamse, mijn moeder is gewoon Nederlands. En mijn oma woont ook hier, heeft eigen thuis. Dus vandaar dat ik vooral wil spelen voor Suriname. Ik vind dat wij goed spelen, dominant, krijgen kansen. Soms moeten we wat sneller omschakelen, maar ik vind wel dat we goed spelen tegen Robin Hood. Oké, on the road naar Guatemala, wat vind je daarvan? Zijn jullie goed voorbereid? Ik vind dat we goed zijn voorbereid. Goede trainingen achter de rug gehad, morgen en overmorgen ook nog een paar. Vind ik dat we een goede vlucht kunnen hebben naar Guatemala en goed kunnen spelen in dat toernooi. Ja, ik denk wel dat we goede tegenstanders tegen gaan hebben. Ik vind wel dat wij gewoon natuurlijk goed kunnen spelen. En ik denk wel dat we het gaan kunnen halen daar zo in Guatemala. Heb je een oproep naar de fans en naar je medespelers toe? Ja, zeker, zeker. Fans, gewoon kom gezellig kijken. Kijk online, kijk via YouTube waar je wilt kijken. We zullen voor jullie willen winnen. Voor mijn teamgenoten natuurlijk willen we strijden voor jullie, voor ons land. En we hopen dat we finale kunnen halen en kunnen winnen. Hoe goed ben jij ingespeeld met je medespelers? Ik vind dat ik best wel goed ben ingespeeld met mijn medespelers, ja. We hebben wel een korte trainingsweek samen gehad, maar we kunnen wel prima op elkaar inspelen. Hey, hoe lang speel je al voor Nacho? Nu twee dagjes. Oké, wat is eigenlijk jouw club dan? Ajax. En hoe lang speel je al voor Ajax? Een jaartje. En wat is jouw idee straks in Guatemala? Zijn jullie sterk genoeg ervoor? Ja, ik denk wel dat we sterk genoeg voor zijn. Hopelijk willen we de halve finale en misschien wel de kampioenschap te pakken. Wat wil jij hierna doen? Wil je nog door blijven spelen voor Nacho na Guatemala? Die keuze heb ik nog niet gemaakt. Ja. Maar ik denk... Ja, zelf durf ik het nog niet te zeggen. Ik heb nog niet de keuze gemaakt. Heb jij een oproep naar je medespelers, je team toe, strakjes in Guatemala? Gewoon voor elkaar vechten en dan zullen we wel ver komen. De Europese Unie ondersteunt leefgemeenschappen in de Guyana's die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van het bos. Hiertoe behoort ook Suriname. Het land heeft een bedrag van 5 miljoen geallockeerd gekregen uit een groter project waarvoor de EU en het Franse Ontwikkelingsbureau op 7 februari een overeenkomst hebben getekend. De ondertekening voor het project Sustainable Forest Livelihoods for Communities of Guyana en Suriname vond plaats tijdens de 9e ronde van de artikel 8 politieke dialoog tussen Suriname en de Europese Unie. Deze bijeenkomst vond plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het project is bedoeld om de druk op bosbronnen in de Guyana's te verminderen. Tijdens de politieke dialoog kwam onder meer de steun van de EU om de toegang tot klimaatfinanciering uit internationale bronnen te financieren aan de orde. Verder is er gesproken over samenwerkingsprogramma's als ook politieke en economische ontwikkelingen in Suriname. Het Internationaal Monetair Fonds is volgens minister Stanley Raghubar Singh geen makkelijke, maar wel een belangrijke partner.
Het fonds stelt drastische maatregelen voor bij onder meer de EBS, waar de regering niet helemaal mee akkoord gaat. Het is echter van belang om met de instelling tot een vergelijk te komen. Zo stelde de financiële minister op maandag 6 februari in de Nationale Assemblée. We hebben met het IMF drie hoofdprogramma-onderdelen. Eén is EBS, twee is brandstofsubsidies, drie is BTW. We hebben de BTW gedaan, we hebben de brandstofsubsidies nu gedaan, we hebben de EBS, moeten we nog doen. Ik heb u verteld over de subsidies bij de EBS. En waarbij die subsidies teruggebracht gaan worden, waardoor de staatsbegroting verbetert. Maar het IMF zegt, en wij denken dat ze gelijk hebben, het IMF zegt, kijk, wat je zou moeten doen, is de EBS gezond maken. Want als je de EBS niet gezond maakt, blijft het toch drukken op je begroting. Dan heb je het voor vandaag opgelost, maar volgend jaar zit het toch weer als een probleem op je begroting. Maak dus en je begroting gezond, maar maak ook de EBS gezond. En zij stellen daar een hele een set aan drastische maatregelen voor. En zij, het IMF zegt, stelt voor, verhoog de tarieven bij de EBS elk kwartaal voor dit jaar met 20%. We hebben gezegd nee. We hebben gezegd nee. Voorzitter, wij hebben gezegd nee. Wij hebben gezegd, wij gaan absoluut kijken naar de EBS. Er ligt op dit moment een rapport bij de regering over de herstructurering van de EBS. Er liggen twee rapporten van recente datum, één van Ernst & Young en één van de commissie Dwarka. De regering heeft gevraagd om op het rapport van commissie Dwarka een advies van wat is de uitvoerbaarheid, hoe ga je daarmee om? Dat is de discussie die we met het IMF voeren. Op die manier, voorzitter, zijn wij, waarom noem ik u het IMF, voorzitter? Omdat wij ook hier in uw college willen meedelen dat het IMF niet altijd de makkelijkste partner is, maar dat het wel belangrijk is dat we met ze doorgaan. Dat het programma dat we met het IMF opgestart zijn, dat wij dat met ze doorzetten. Dat ze soms voorstellen doen die, waar wij niet achter staan, en dat zeggen we ze ook. Maar het is wel zo dat wij denken dat het belangrijk is dat ze erbij blijven en dat wij met hun tot een vergelijk komen en zorgen dat het programma voortgezet wordt. Wij denken dat het ons kan helpen. Het heeft andere landen geholpen. Het heeft in Jamaica heeft het heel lang geduurd. Er zijn vaak dingen gegaan die niet gingen zoals ze moesten gaan. Wij hopen dat dat niet gaat gebeuren bij ons. Wij denken, want voorzitter, wat wij het IMF ook zeggen, luister, jullie komen met een heleboel kennis en techniek in. Wij komen met een heleboel kennis en ervaring in, waarbij wij in eerdere situaties zonder jullie steun ook ons land hebben weten op te lossen. Dus laten we als gelijkwaardige partners om de tafel zitten en zorgen dat we het model vinden dat past bij Suriname, dat draagbaar is en dat het lijntje niet breekt. Niemand heeft er belang bij dat iemand, wie dan ook in deze bevolking, in het traject van herstel uit de boot gaat vallen. Voorzitter, wat de regering aan het doen is, is een pakket aan maatregelen waarin twee hoofdmoten herkenbaar zijn. Economie. Herstel van de macro-economie. Twee, zorgen dat het sociaal programma in plaats is en dat niemand uit het sociale programma valt. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.